Over de hele wereld gaan kinderen naar school. Hoe ga je naar school? In de oerwouden van Suriname ga je met de boot naar school. Dat is spannend en leuk. Het zijn boten die gemaakt zijn van uitgeholde boomstammen en harde planken. Die kunnen tegen een stootje. En dat is nodig. Overal in de rivier heb je stroomversnellingen en rotsblokken. Dat is best gevaarlijk. Als je uit de boot valt, ben je nog niet jarig. Daarom dragen de kinderen zwemvesten. Het kost geld om op deze manier naar school te gaan. Je hebt een betrouwbare, sterke motor nodig. De benzine wordt steeds duurder en de stuurman moet ook betaald worden. Zwemvesten gaan gelukkig lang mee, als je er goed mee omgaat. De mensen die hier in het oerwoud wonen zijn nakomelingen van de gevluchte slaven. Na de afschaffing van de slavernij zijn ze honderden kilometers van de stad en de plantages hier in het oerwoud blijven wonen. Afgezonderd van de bewoonde wereld. Er zijn hier geen wegen. Belangrijke dingen, zoals medicijnen, worden met een vliegtuigje gebracht. De rivier is de weg, ook om op school te komen. Sommige kinderen hebben een eigen boot, zonder motor. Erg ver kom je daar niet mee. Het hele leven speelt zich af langs de rivier. Denk niet dat er een waterleiding is of dat er wasmachines zijn. Dit meisje gaat naar school. Ze moet eerst thuis nog wat helpen de boel op te ruimen. Zo gaat dat hier. Het is belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. Het helpt hen de wereld beter te begrijpen. Ook al zijn de scholen hier erg primitief. Het kost veel geld om het niveau van het onderwijs te verbeteren en de schoolgebouwen te vernieuwen. Kom in actie met Twin Kids, het wereldprogramma voor jou.